Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het vrij nieuwe make-up merk Florence by Mills testen. Dit is een vrij nieuw make-up merk bij de Douglas. En voor de mensen die dit merk niet kennen, dit is dus een make-up merk / skincare merk van een actrice. En ik denk dat iedereen haar wel kent van Stranger Things. Tenminste, als je die serie hebt gezien. Ik heb hem helemaal gezien. I love it. Ik heb hem wel pas gezien. Ik heb hem nog niet zo heel lang geleden gezien. Dus ik kon alle drie de seizoenen gewoon in één keer afkijken. In het begin, toen die hype er was van die serie, vond ik hem niet zo leuk. Dus toen heb ik hem gewoon niet gekeken. Maar eindstand heb ik hem nou alsnog gekeken. En I'm hooked. Ik vind het echt super leuk. Het was echt super, super veel skincare. Dit is ook een clean beauty line. Maar ze hadden ook wel echt een aantal make-up producten. Dus die heb ik allemaal gekocht. En die gaan we vandaag allemaal testen. Het is niet een heel betaalbaar merk. De prijzen liggen gewoon wel aan de iets hogere kant. Dus ik ben benieuwd of de kwaliteit ook gewoon heel goed gaat zijn. Dus vind je de video nu al leuk? Vind je dit soort video's leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. Want ik ga niet echt een hele heftige ooglook maken. Het viel me echt op dat dit merk echt is gericht op een naturel finish. Naturel make-up. Het is niet gefocust op heavy glam make-up. Dus ik ga gewoon vandaag ook een beetje zo'n naturel lichte make-up look maken. Ik heb geen nieuwe primer. Dus ik gebruik even deze Essence Priming Spray. En ik gebruik mijn Benefit Professional Hydrating Primer. Die breng ik eventjes aan en dan kunnen we beginnen met de gezichtsmake-up. Oké, deze lijn had geen foundation. Ze hadden alleen maar een getinte dagcreme. Light Skin Tint heet dit. Van Florence by Mills. Ik heb hem in de kleur LM050. Douglas had helaas niet het hele assortiment qua kleuren. Er was een andere kleur die echt perfect zou matchen met mij. Alleen die werd helaas niet verkocht bij Douglas. LM050 is denk ik iets te licht voor mij. Maar ik ga het toch gewoon aanbrengen. En zoals ik al net zei, wordt het dus echt een hele natural look. Hier staat ook op. Af en toe willen mensen gewoon een glow en willen ze gewoon hun natural beauty er doorheen laten schijnen. En dat kan met deze getinte dagcreme. Dus deze gaat sowieso geen volledige dekking hebben. Hij heeft gewoon een lichte dekking. Dus ik hoop dat dan gewoon de kleur toch wel een beetje gaat matchen omdat er niet heel veel dekking is. Ik vind het super cute dat je bij de verpakkingen, als je ze openmaakt, krijg je hier ook zo'n tekstje. Hier staat, there is so much light inside you. Dat is echt super cute. En dit is dan hoe het eruit ziet. De verpakking ziet er op zich gewoon goed uit. We krijgen 30 milliliter en heel deze lijn is cruelty free en vegan. Oké, ja, het is echt wel ietsje te licht, maar ja, het heeft dus een lichte dekking, dus ik ga het gewoon proberen. Er staat dat je het gewoon kunt aanbrengen met je vingers, maar daar ben ik echt niet van. Ik haat om make-up te moeten aanbrengen met mijn vingers, dus ik gebruik gewoon mijn kwast. Ik gebruik deze kwast van Pushy Shop nummer UP04. Het heeft zo'n pumpje. Ik pump gewoon een beetje zo hierop. Ja, het is wel echt te licht voor mij. Oh my god. Zo irritant dat altijd zo net zo mijn kleur niet wordt verkocht. Ik moet wel zeggen dat hij echt niet lekker ruikt. Oh my god. Het smeert niet zo goed uit met een kwast. Het is helemaal zo patchy en lelijk. Oh my god. Ik ga het proberen met de spons. Dit is echt vreselijk. Wat is dit? Oh my god. Ook als je het gewoon met je vingers uitsmeert, brengt het ook helemaal niet fijn aan. Ik smeer het gewoon nou even met mijn vingers uit. Ik weet niet wat dit is hoor. Het is super stroef of zo. Het blendt echt helemaal niet goed mee. Nee, dit is echt vreselijk. Het gaat er hier ook gewoon helemaal af en zo. Nou, dit is echt... Ik had niet verwacht dat iets zo slecht ging zijn van deze lijn. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien op beeld. Kijk ook hier. Nee. Oh mijn god, ook op mijn neus. Kijk dit helemaal. Oh, ik hoop echt dat jullie het goed kunnen zien. Ik ga gewoon even een video maken met mijn phone om het gewoon extra goed te laten zien. Want ik wil echt dat jullie zien wat ik zie. Nou jongens, kijk even dit. Kijk op mijn neus. Het is helemaal zo patchy aangebracht. Bij mijn kin. Het ziet er ook echt helemaal niet uit. Kijk dit, hoe lelijk. Bij mijn wangen ook niet, nee. Dit is echt heel slecht. Ik heb heel vaak getinte crèmes gebruikt die echt veel beter waren. Maar dit, nee, ik vind helemaal niks. Ik ga het er ook gewoon echt eventjes afhalen. En dan ga ik me even opmaken met een goede foundation. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ik zie er nou een stuk beter uit. Ik heb mijn Clarins Everlasting Youth Fluid Foundations gebruikt.
in de kleuren 113 en 111. Die heb ik gemixt. Nou, dat was echt een drama. Dat had ik echt zo niet verwacht. Maar oké, we gaan gewoon verder met de concealer. Nou heb ik ook geen hoge verwachtingen meer van de concealer. Dit is de See You Never Concealer. En het is een concealer met een lichte dekking. En daar word ik al bang van, want ik wil qua concealer gewoon altijd dat ze goed dekken. Maar goed, ik heb de kleur N045. Heb ik ook gewoon online gehokt. Er staat dat het een lichtgewicht concealer is die je huid mooi egaal maakt. En niet vast hangt aan droge plekken op je huid. Ik heb een droge huid, dus daar ben ik blij mee. Dit is hoe die eruit ziet. Het is gewoon een beetje een kleine versie van deze getinte crème. Het is gewoon een beetje zo de mini versie. We krijgen 12 milliliter. Dat is best wel veel. In een gemiddelde concealer zit 6 milliliter. Dit is de applicator. Ik ben nooit zo'n fan van zulke applicators. Ik vind dat altijd niet zo handig, want dan weet ik niet helemaal goed hoeveel ik aanbreng en dan heb ik wat minder controle. Maar goed, ik gebruik ook gewoon vaak een kwastje bij zo'n applicator. Laten we het gewoon doen. De kleur is een beetje licht, maar het is oké. Ik kan hier echt wel gewoon mee werken. Oké, ik denk niet dat het de bedoeling is dat je zoveel aanbrengt, maar whatever. Oh mijn god, er kwam veel te veel uit. Kijk, dit is dus wat ik bedoel met zulke applicators. Het is echt way too much. Ik ga een beetje hier afsmeren op mijn voorhoofd. Nou, ik vind de concealer echt heel mooi. Dus wanneer ik het niet verwacht, is het heel mooi. En wanneer ik het wel verwacht, is het niet mooi. Dit had ik echt niet verwacht. Het heeft inderdaad niet een volledige dekking. Maar ik vind het ook niet een hele lichte dekking. Ik vind het een lichte tot medium dekking. Een beetje daar zo middenin. De kleur is heel mooi bij mij. Het heeft het echt zo heel mooi verlicht. Het heeft een hele mooie glans. Ik zie mij zo'n concealer echt wel gebruiken bij mijn everyday meer natural looks. Deze vind ik heel mooi. Daar ben ik blij mee. Dan ga ik verder met een cream blush. Cream blushes maken mij nou altijd vandaag zo enthousiast. Dit is de Cheek Me Later Cream Blush. Ik heb het in een best wel heftige kleur. Ik heb de kleur Stellar Sabrina. Ik ben benieuwd of deze fijn gaat aanbrengen of niet. Ik hoop het wel. Oh, weer super cute wat hier staat. Er staat We are a little weird. Ja, ik ben zeker een beetje raar. Dit is de verpakking. Gewoon zo'n doorzichtige verpakking. En dit is dan de kleur. Hij oogt heel heftig, maar ik heb het gevoel dat wanneer ik het aanbreng het niet zo heftig gaat zijn. Hij is best wel klein, maar ik denk wel gewoon dat hij wel een lange tijd kan meegaan. Ik gebruik altijd zo'n kwast voor cream blush, want dat vind ik altijd fijn. Deze breekt altijd fijn aan. Ik pak gewoon zo een beetje van die blush en dan breng ik het gewoon zo aan. Ik breng altijd best wel veel aan van cream blushes, omdat er nog poeder en zo overheen gaat. En dan vervaagt de kleur altijd een beetje. Dus dan breng ik gewoon extra veel aan, zodat je hem nog wel echt goed blijft zien. Kijk, zie je, de kleur is echt niet zo heftig als dat lijkt hierin. Als je het aanbrengt, wordt het allemaal iets minder. Oh mijn god, nou heb ik echt van die roze wangen. Jongens, het wordt minder als ik poeder en zo heb aangebracht. Ik moet zeggen, het is niet de fijnste cream blush ever. Ik vind de kleur heel mooi, maar het blendt niet heel fijn en heel smooth uit. Bijvoorbeeld de cream blush van Makeup Studio is echt al veel beter. En deze prijs ligt best wel hoog. Dus ik wil dan eigenlijk gewoon dat hij echt heel goed meeblendt. Maar hij blendt niet echt heel goed mee. Hij laat best wel gewoon strepen achter en zo. En dat vind ik wel jammer. Hij is nog wel oké. Ik zou hem nog wel gebruiken nu ik hem gewoon heb. Maar het is niet de beste cream blush ever. Ik zou dan liever mijn geld besteden aan de cream blushes van Makeup Studio. Oké, ik heb nog 3 producten. Oogschaduwpalet, mascara en voor de lippen. Dus ik ga even poeder en zo aanbrengen. Bronzer en dat soort dingen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik heb me helemaal vet opgemaakt. Bronzer, highlighter en zo. Ik ben een uur weg geweest, want ik werd ook gebeld. But I'm back. Ik ga nou beginnen aan de ogen. En ik heb hier dit oogschaduwpaletje. Dit is de 16 Wishes Eyeshadow Palette. En het is echt een heel apart paletje. Hij was 40 euro, best wel aan de hoge kant. En het is een magnetisch paletje die je kunt opbreken in 3 aparte paletjes. Vond ik echt een heel apart concept. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Een beetje neutrale kleuren, pastelkleurtjes ook. Je hebt hier allemaal paarse kleurtjes, hier meer blauwe kleurtjes en dan hier heel veel neutrale kleurtjes. Toen ik dit paletje zo zag op de website, ik vond het heel raar. Waarom zijn er allemaal lege plekken en zo? Dat is echt zonde. Maar toen kwam ik erachter dat je dit paletje kunt opbreken in letterlijk 3 stukken. Dus heel handig voor op reis of zo. Als je bijvoorbeeld vooral rozige kleuren en zo wilt gebruiken, breng je gewoon dit stukje mee. Als je de meer blauwe kleuren wilt gebruiken, breng je dit stukje mee. Of je hebt hier de grootste stuk met neutrale kleurtjes. Dit lijkt gewoon oprecht op een losstaand oogschaduwpaletje. Als je hem gewoon openmaakt, er zijn oprecht gewoon paletten die echt gewoon zo groot zijn. En dit zijn hele mooie neutrale kleurtjes. Ik moet wel zeggen, het paletje ziet er voor mij niet echt heel veel
veelbelovend uit. Even kijken, je kunt het weer zo vastmaken. Ik weet nou niet meer welke waar hoort. Oh my god. Oh zo, deze moet hier. En deze moet zo hier. En het is zo magnetisch. En dan heb je hier weer gewoon het hele paletje volledig. Het is een soort van groot paletje. Maar ik moet zeggen, als ik er zo naar kijk, de kleuren lijken niet echt heel gepigmenteerd of zo. Het is allemaal heel pastelachtig, heel soft en zo. Maar ja, dit paletje is ook weer gewoon gericht op hele natural looks. Echt niks van heel deze make-up collectie is gericht op heavy make-up. Maar toch wil ik gewoon wel dat de kwaliteit goed gaat zijn. Ondanks dat, ja, gericht op natural make-up. Maar goed, dit is het paletje die ik vandaag ga gebruiken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Ik wil echt vandaag gaan voor een hele soft look. Een beetje een hele andere soort look dan waar ik normaal voor ga. Ik denk dat ik ook helemaal geen oogschaduw wil aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik denk dat ik gewoon helemaal zo'n smoky look wil maken met kleur. Ik ga beginnen met deze bruine neutrale kleur. Die heet Bravery. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Gewoon maar heel lichtjes. Ik breng echt gewoon bijna niks aan hiervan. Dan ga ik voor paars deze glanzende kleur. Die heet Optimism. Ik wil die gewoon aanbrengen met mijn vinger. Hele mooie pastelachtige kleur. Lijkt ook mooi op mijn achtergrond. En die breng ik gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Ja, het brengt niet echt heel tof aan. Het lijkt gewoon bijna een beetje op kindermake-up. Dan ga ik voor de glanzende kleur hier, Happiness. En die wil ik een beetje gewoon zo in het midden aanbrengen ofzo. Maar er komt ook niet echt heel veel vanaf. Oh my god. Wat is dit, jongens? Ik denk dat dit merk zich gewoon vooral moet blijven focussen op skincare. Want de make-up, ja, ze hadden ook veel meer skincare dan make-up. En ik denk dat ze gewoon make-up er gewoon maar gewoon een beetje bij hebben gedaan of zo. I don't know. Dat is gewoon een beetje de vibe die ik hiervan krijg. Dan pak ik de lichte champagne glanzende kleur hier. Die heet Celebration. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En ik denk gewoon dat ik het oprecht hierbij laat. That's it gewoon. Dan heb ik hier ook nog hun mascara. De Build to Lash Mascara. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik hoop dat die gewoon heel goed gaat zijn. Er staat dat het vooral een lengte mascara is. En dat die geen flakes gaat hebben en niet gaat smudgen en zo. Dus ik ben benieuwd. Dit is de verpakking zo heel mooi pastelpaars. Op beeld lijkt hij blauw, maar hij is echt paars. En dit is de applicator. Zo'n grote cliché applicator. Oké, jongens, de mascara vind ik op zich best wel oké. Ik heb echt bijna geen wimpers, dus ja, dat ligt niet aan de mascara. Maar ik vind best wel dat hij echt wel volume en lengte geeft. Dus ik vind hem gewoon oké. Hij is niet super goed, ook niet super slecht. Het is gewoon een goede oké mascara. Oké, het volgende is voor de lippen. Dus ik ga even nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Nep wimpers zitten erop. Dit zijn wimpers van mijn eigen wimperlijn in samenwerking met Boozy Shop. En dit is de Style Lash Tastic. Nou ga ik verder met de lippen. Ik heb van hun een lip. Gloss, de Get Glossed Lip Gloss in een prachtige nude kleur, Magnetic Mills. Deze kleur was zo mooi. Hij leek heel mooi bruinig nude. En ik dacht echt, deze kleur moet ik hebben. En toen ik hem kreeg, ik dacht echt weer fantastisch. Dus ik hoop dat hij fijn gaat zijn. Er staat ook op dat er vitamine E in zit. Dus het verzorgt ook echt je lippen en shea butter en zo. En er staat dat de gloss niet plakt. Dit is de verpakking. Een hele simpele, maar mooie verpakking. Ik ga wel even een lippotloodje aanbrengen. Deze van Nabla, de Close-Up Lip Shaper in de kleur nummer 3 Nude. Prachtig, hele mooie nude. Hij is wel echt super, super licht. In principe te licht voor mijn huidskleur. Dus ik moet het echt mixen met een donkerder lippotloodje. Maar zo gewoon die lichte kleur zo in het midden. Ik vind het heel mooi. Dan lijken mijn lippen ook wat voller. Ook dit is wel weer niet de beste gloss die ik heb gehad in mijn leven. Maar het is absoluut wel gewoon een mooie gloss. I like it. Maar let wel op, de kleur is echt, echt heel licht. Ik denk ook als je een hele lichte huidskleur hebt, gaat dit echt de perfecte nude zijn voor jou. Heel mooi. Maar ja, je kunt gewoon altijd combineren met een donkerder kleur lippotloodje. Potloodje en dan heb je gewoon dit effect. Ik vind het echt mooi. Ik zie mij deze gloss zeker nog wel gebruiken. Nou, dat was het dan. Dit was alle make-up die ik heb van deze collectie. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met Florence by Mills make-up. Ik had echt best wel hoge verwachtingen voordat ik met de video begon. Helaas zijn deze verwachtingen niet echt waargemaakt. Maar gelukkig zaten er wel gewoon een aantal goede producten bij. Ik zal eventjes nog vertellen wat ik van alles vind. Mensen, dit oogschaduwpaletje, ze vallen echt heel te uit elkaar. Zo irritant. Oh my god. Oké, dit paletje dus. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het gewoon bijna neigen naar kindermake-up. Zo slecht vind ik het. Ik vind echt dat ik 40 euro
euro heb verspild. Ook dit concept met zo uit elkaar gaan is heel leuk. Alleen ja, als je gewoon dit hele paletje koopt, wil je ook gewoon denk ik over het algemeen het hele paletje gebruiken. En ze vallen ook echt heel te uit elkaar. Super irritant. Kijk, nou viel die weer bijna uit elkaar. Het is best wel gewoon zo fragiel. Dus ik weet niet. Ik vind dit paletje, ik vind het echt niet waard. Ik vind het geen goed paletje. Er zijn zoveel goede paletjes voor 40 euro. Nee, ik vind het echt, echt niet waard. Deze getinte dagcreme, oh my god, super slecht. Het was echt werk. Ik vond het helemaal niks. Hij bracht het gewoon helemaal niet fijn aan. Als je nog een goede getinte crème zoekt, dan raad ik die van Estée Lauder aan. Die is echt amazing. Deze cream blush vond ik oké, maar nogmaals, het is gewoon niet de beste cream blush die ik ooit heb gebruikt. Ook vooral voor de prijs verwacht ik gewoon iets meer. Het blendde niet heel mooi uit. De kleur is wel heel mooi. Ik ben ook gewoon blij met hoe ik eruit zie. En nu ik hem heb, zal ik hem ook gewoon nog wel gebruiken. Want het is niet echt super slecht. Alleen qua blending had het gewoon echt wel iets beter gekund. Deze concealer vond ik heel erg fijn. Ondanks dat hij niet echt een volledige dekking heeft, zie ik hem mij zeker gebruiken als ik gewoon voor een naturel everyday lookje ga. Dus deze vond ik heel fijn. Ook de kleur is gewoon goed voor mij. Welke kleur had ik? N045. Dan de gloss. Ik vind het echt een prachtige nude kleur. Echt zo'n goede nude kleur met een bruine ondertoon vind je niet heel snel. Maar deze vind ik heel mooi zo gecombineerd met dat lippotloodje. Ik vind het echt een hele mooie gloss. De mascara vond ik ook fijn. Hij geeft gewoon goede lengte en volume. Heb je deze mascara voor een stuk minder geld? Zeker. Want Essence heeft mascara's die echt net zo goed zijn. Dus ik zou dan gewoon wat minder betalen. Maar in principe is het gewoon een prima mascara. Dus ja, al met al ben ik niet echt heel enthousiast over deze make-up collectie. Ik denk echt oprecht dat Florence by Mills gewoon vooral is gericht op skincare. En ze gewoon een beetje make-up gewoon maar erbij hebben gedaan. Dus dat gevoel krijg ik echt een beetje bij al deze make-up. Dus ik vind het over het algemeen niet echt het geld waard. Echt het enige wat ik persoonlijk echt zou halen is deze concealer en de lip gloss en that's it. Maar ook de concealer, ja, je hebt ook gewoon hele goede van NYX Cosmetics die ook net zo goed zijn. Dus ja, al met al ben ik niet echt een fan van deze make-up collectie. Ik ga denk ik ook nog wel de skincare proberen. Want ik denk, ik heb het gevoel, ik weet niet of het echt zo is, maar ik denk dat ze daar wel wat meer energie aan hebben besteed. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!